Tweede Kamerlid Henk Krol is veroordeeld tot een boete van €750. Hij heeft ingebroken op een computer van een Eindhovens laboratorium. En op die computer van het bedrijf Diagnostiek voor U stonden de medische gegevens van duizenden mensen. Krol kreeg een eenvoudige inlogcode in handen en meende zo aan te tonen dat het systeem zo lek was als een mandje. Maar volgens de rechter ging hij te ver. Op de redactie staat Jan Walen, die volgt de zaak voor ons. Ja, Jan, Krol had dus niet mogen inbreken. Nee, inbreken in een computer, dat mag niet, behalve als daar een heel belangrijk maatschappelijk belang mee wordt gediend. Nou, en dat was er nu eigenlijk wel, zegt de rechtbank, want er leken medische gegevens op straat te liggen en dat, ja, dat wil je niet. Dus daarom mocht Krol wel inbreken om te kijken of dat werkelijk zo was, maar daarin was hij onzorgvuldig en hij keek in veel meer dossiers dan nodig was om zijn punt te maken. De rechtbank heeft geoordeeld dat meneer Krol bij het binnendringen in het systeem te ver is gegaan en dat hij ook in onvoldoende mate heeft geprobeerd om zijn doel langs een minder vergaande weg te bereiken. Krol ging met de informatie veel te snel naar Omroep Brabant. Ja, dat is wat de rechter zegt. Terwijl ik van oordeel ben dat het juist van belang was dat het zo snel mogelijk naar buiten kwam. Mijn tipgever had me gemeld dat zijn code bij veel meer mensen bekend was. Daarmee lagen gegevens van duizenden patiënten op straat. Nou, dat wil je niet. En ja, wat kun je dan beter doen dan Omroep Brabant bellen en de mensen om wie het gaat waarschuwen? Het Kamerlid had niet naar de omroep, maar naar Diagnostiek voor U moeten gaan. Hij belde ze, maar kreeg de directie niet aan de telefoon. En dat had hij eerst vaker moeten proberen, vindt de rechtbank. Ja, ik denk dat dat achteraf gezien verstandiger was geweest juridisch. Maar of de patiënten daarmee gediend waren, dat waag ik te betwijfelen. De rechter zei er overigens bij dat hij niet twijfelt aan de goede trouw van Krol. Maar ja, hij had het toch beter niet zo moeten doen. Er wordt ook niet gevreesd voor herhaling overigens. Krol vindt het een lastige uitspraak. Vooral als je misstanden aan de kaak wilt stellen. Want hoe doe je dat dan nog? En daarin krijgt hij bijval van de onderzoeksjournalist Brenno de Winter. En je riskeert dus iedere keer als je een grote misstand aan de kaak stelt, dat je net iets te ver bent gegaan. En het is natuurlijk heel raar als er aan de ene kant wordt gezegd, Diagnostiek voor U zit fout. En aan de andere kant dan wordt gezegd, maar ja, dat heb je dan net te snel naar buiten gebracht. Dat maakt gewoon het voor journalisten heel lastig om het werk nog te doen. Ja, Jan, ik kan me voorstellen, Diagnostiek voor U, die zal wel blij zijn met deze uitspraak. Ja, die zeggen er niet zoveel over. Ze zeggen wel dat het heel vervelend is geweest destijds, dat ze er ook veel gedoe mee hebben gehad. Ze hebben het systeem, omdat ze niet precies wisten wat er aan de hand was, een tijdje helemaal plat moeten leggen. Dat heeft veel schade ook opgeleverd, financiële schade. En toch hebben ze aangegeven dat ze die schade niet op Henk Krol willen verhalen. Nou, voor ons is hiermee ook de zaak gesloten en we gaan niet een civiele procedure opstarten. Voelt het als een overwinning? Ik voel me heel neutraal daarin. Even kort nog, Jan, gaat Krol in hoger beroep? Dat weet hij nog niet. Die €750, ja, hij moet ze misschien wel betalen. Een VVD-Kamerlid heeft hem al aangeboden om in het parlement met de pet rond te gaan om die €750 op te halen voor hem. Jan, dank voor je bijdrage.